Wijn maken is kunst. Maar je hebt ook wijn in de kunst. En dat is dit. Jan Steen, 17e-eeuwse schilder. Werd gezien door zijn collega een beetje als een buitenbeentje. Frans Rembrandt Vermeer, die vonden hem een beetje een geilneef en een rommelkont. Het was ook altijd een zootje bij hem thuis. Daarmee is hij eigenlijk onsterfelijk geworden. Want als ergens een bende is, dan zeg je nog steeds... het was een huishouden van Jan Steen. Dit schilderij, het Oesteretsertje uit 1660... het is niet groot, dit is ware grootte, maar het zegt heel veel. Voor ons ziet het er heel preuts en kuis uit en netjes... maar naar de maatstaven van die tijd, de Gouden Eeuw... droopt dit van de seksuele symboliek. Want je ziet hier een jonge vrouw die met een intense, verleidelijke blik de toeschouwer aankijkt terwijl ze een oester openmaakt. En een oester, dat was me wat. Dat stond in die tijd symbool voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. De mantel van het meisje was van streelzacht fluweel, afgezet met ringen van wit maagdelijk bont. Alweer een erotische connotatie. Er waren nog meer verwijzingen in dit schilderij. Hier ligt een hele berg oesters. En daarmee wilde Jan Steen zeggen van... oh, mensen, er is overvloed. Ga los, leef je uit, het kan niet op. Maar Jan voelde zich niet helemaal zeker van zijn zaak. En hij verborg een geheime waarschuwing in het schilderij. Deze drie oesters hier vormen de heilige driehoek. En daarmee wilde Jan zeggen... het vlees is zwak, maar God ziet alles. En dan de wijn. Hoe helder glanst hij in het glas. Hoe is het prachtig volgeschonken. Witte wijn, zoete witte wijn, want dat was het meeste gedronken in die tijd. En daarnaast een kan die helemaal vol staat met een klep. Klaar om bij te tuiten als het nodig is. Er was genoeg, er was genoeg. En die combinatie van zoete wijn en zoute oesters... dat symboliseerde niets meer of minder dan de geslachtsdaad zelf. Dit schilderij is pure porno. Goed bezig, Jan Steen. Ga zo door.